Kun je ook iets vertellen wat je vandaag jouw rol is in dit hele grote evenement, Almelo op Trabat? Nou, dit is mijn topevenement. Dit zijn we 28 jaar geleden gestart. En ik ben al 25 jaar betrokken bij dit straattheater hier in Almelo. Geweldig evenement. Er zit ook een mevrouw en die komt helemaal uit Amersfoort. Kunt u daar ook iets over zeggen? En toen keek ik in de krant, maar Loes prees het zo aan. Dus vandaar, we gaan het beleven. Eng is dat, hè? Ach, val wel mee. Het ziet toch een touw aan. Ontzettend spannend. Hij is er al een paar keer afgevallen, hè? Heb je gezien? Heb ik gezien. Heb jij dit ook gezien? Vond je het spannend? Nee. Niet? Nee. Bent u wel eens eerder bij dit soort Almelo op Trabat geweest? Jazeker. Elke keer weer interessant, hè? Kijken, ja. Ja, als er wat te doen is in Almelo, wil ik er wel graag bij zijn. Hoe vind je dat het eruit ziet? Nou, ik zou het niet nadoen in ieder geval. Spannend, hè? Ja, het is spannend, ja. Altijd of altijd niet, maar hij is wel gezegend, dat scheelt ook. Dat scheelt in ieder geval. Maar gaat hij de overkant halen? Jawel, dat komt wel. En wat voor acts zijn er allemaal naar Almelo gekomen vandaag? Ja, 11 stuks. En dat zijn van allerlei aard. Als je kijkt, er zijn de acts. Dit was een eigen act die we net hebben gezien uit Italië. We hebben acts uit Argentinië. We hebben acts uit Nederland. We hebben acts uit veel België. Nou, het gaat prima, het weer is goed, de artiesten zijn van hoge kwaliteit, dus we zijn erg tevreden tot nu toe. Dus dat wordt wel wat vandaag? Ja, het wordt absoluut een hele mooie dag en we gaan hier nu straks een nieuwe act zien, die ik ook nog niet heb gezien, dus ik ben ook nieuwsgierig wat het gaat worden. Wat hebben jullie er allemaal voor moeten regelen het afgelopen jaar? Want het is echt wel heel veel geweest volgens mij. Ja, we moeten altijd eerst kijken of we het budget rond hebben. En als we het budget rond hebben, dan zeggen we op een gegeven moment van, wat kunnen we voor dit budget in huis halen? Dan nemen we contact op met Kunsten op Straat. Dat is de organisatie die voor ons inkoopt. En dan zeggen we willen graag dat en dat en dat soort acts hebben. Van kinderact tot poppentheater. Dit was dan acrobatiek die we net zagen. En iets speciaals. En dat was nu de koordansen. Kijk, daar gaat er net eentje. Ik hoop dat we vandaag goed gaat draaien en dat je echt heel veel positieve Almelo's hebt die straks naar het culturele goed nog beter en nog meer gaan kijken. Ik heb er ook alle vertrouwen in en het is goed dat wij zo laagdrempelig de cultuur naar de mensen toe brengen. Het kost niks, jong en oud kan hier zitten en dat is eigenlijk waarom we cultuur willen hebben. Mensen verbinden met elkaar.